Yo Nintendo fans, welkom bij een gloednieuwe Mario Odyssey video. In deze serie doen we in iedere aflevering één koninkrijk en vandaag zijn we in de Woestijnrijk. Ik ga jullie laten zien hoe je dit zo snel mogelijk doet. Als een echte speedrunner. Terwijl ik eigenlijk ook geen speedrunner ben. Totaal niet zelf. Wat je wil doen is rollen richting deze parasol. En dan wil je op deze parasol springen. Zo denk ik ongeveer. Ja, en dan... Oh ja, dan... Ja, dan wil je dus in één keer hier eigenlijk bovenop. Dan wil je eigenlijk doorrennen met een long jump. En dan hots en dan hots. Ja, en dan kom je hieruit bij de allereerste maan. Let's go! Dan als je snel genoeg bent, dan vliegt er hier dus een vogeltje rond. Die vliegt nu niet rond, maar die zou je dus eigenlijk willen pakken. Ik heb even staan wachten hier en kijk, daar komt hij aan jongens, daar komt de vogel aan. Deze wil je dus eigenlijk gelijk pakken, want normaal gesproken springt hij dus, of vliegt hij hier dus gelijk langs. Ik mis hem! Ik mis hem! Gelukkig ga je die vogel ook nog ergens anders pakken. Daarna wil je hier, hoppakee, de buis in. En dan zit er hier een ster begraven en die ligt ongeveer hier in het hoekje. Ja, hier zo, lekker. Hoppakee. Oh nee, het zijn manen. Ik zeg altijd sterren. Vergeef me, het zijn manen. Nou wil het dus zo zijn dat volgens mij het vogeltje nog een keer langs moet komen nu. Ja, kijk, zie je, daar is hij weer. Dan heb je nu nog een poging. Gaan we hem zeker weer missen. Ik kan dit niet. Ik pak wel gewoon een andere maan. Als je uit deze buis komt, dan wil je daar naar de top van die berg rollen. Let's go, Mario. Ik ga weer totaal de verkeerde kant op. Let's go, let's go. En dan hier bovenop. Ja, hier bovenop moet ergens ook een moontje liggen. Dus even kijken, waar is die precies? Is het de verkeerde berg? Nee, dit is sowieso de goede berg. Als je net als ik hem niet kan vinden, dan kan je ook zo rustig doorlopen. En dan voel je je controle op een gegeven moment heftiger trillen. En dan kan je hem dus op die manier vinden. Yeah! Dan wil je nu eigenlijk daar op dat ijsblok terechtkomen. Op het meest rechter ijsblok. Dit is ook geen makkelijk hoor. Let's go, Mario. Oude stuiterbal van me. Wat je wil doen is hier bovenop een backflip maken. Dan zo en dan zo nog een keer. Ah, en dan sta je er bovenop. En nog een keer. Poging 2. Let's go. Ja, 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 ja. Kijk, 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 kijk. Hier wil je opnieuw een backflip maken. Waarom lukt het me niet meer om een backflip te maken? Ja, kijk. En dan... Oh, shit. Ja, dan kan je dus daar bovenop. Kan dit eigenlijk niet gewoon met een ground pound misschien? Zo? Ja, ground pound is veel makkelijker dan een backflip, jongens. Let's go! De volgende maan is in de pocket. Na deze maan wil je daar naartoe, over dat randje, daar wil je springen. Eigenlijk wil je dan een triple jump maken. 2, 3, en dan lots of flats. Zo eroverheen. Kijk, lekker, lekker. Dan wil je hier eigenlijk naartoe. En dit kan je het beste gewoon steeds verder jumpjes maken, want hier zit een sterretje. Ik deed het niet helemaal chill, maar oké, okay, maakt niet uit. Echte speedrunners pakken dan hier deze ijspegelblok. Ja, en dat is nog wel een dingetje. Ik weet niet hoe dit moet. Ik bak hier helemaal niks van. Even kijken. Nee, ja, ik ga dit niet eens proberen. Maar speedrunners die gaan hier bovenop. Anyway, als jij ook niet zo goed bent, dan kan je gewoon lekker zo. Ga je gewoon lekker hier naartoe. Dan gooi je cappy daarop. Zo, en dan een wall jump. En dan hoppakee, ben je hier omhoog. En pak je deze ster. Ik bedoel maan hier uit dit kissie. En die vliegt dan inderdaad daar naar de overkant. Kan je met een bullet bill doen, als je wil. Je kan ook een long jump doen. Zo, en dan op je cappy springen. En dan hoppakee, ben je er ook. Lekker. En dan. Oh ja, je wil daar een bullet bill pakken. En dan wil je naar die moon daar op dat platformpie. Ik weet niet of het mij in één keer lukt. Dus ik ga denk ik sowieso hier even dit checkpointje pakken. Hatse flats. Oké, okay, let's go, bullet bill. Let's go. Daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we. Ik wil de camera eigenlijk even recht draaien. Ja, 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 ja. Ik ben zeker te langzaam. Ik ben te langzaam. Dat bedoel ik. Oké, okay, daar gaan we. Mijn camera staat nu wel chiller. Volgens mij kan je inderdaad... Ja, je kan draaien met je controller. En dan... Oh, nee, nee. Kom op. Ja. Het was niet helemaal volgens de regels en volgens hoe je dit goed moet doen, maar ik zit erop. Vanaf dit platform wil je eerst naar die ijspyramide daarachter. En vanaf die ijspyramide wil je naar die Sphinx daar. So, let's go, Mario! Rollen! Ja! Oké. Okay. Ja, ik weet niet. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Rol hier maar af. Hier kan... Rol! Rol dan! Rol! Dan zit er hier in dit bosje naast het schaapje zit een maantje. Yes! Lekker, die hebben we ook weer. Je hebt de maan van de taxi gevallen. En dan gaan we door hier naar links, naar deze Sphinx.
Naar links, naar de Sphinx. Oh nee, we gaan niet weer rijmen, hè? Naar links, naar die Sphinx. En Rick lijkt op een Jinx. Je lijkt zelf op een lelijke Jinx. Jij, Nicki Minaj. Anyway, deze Sphinx gaat een raadseltje doen. En het antwoord op deze raadsel. Op welke oude schat in dit rijk zo droog valt het monster Bowser zijn boze oog? Hij wil een ring hebben. Hij wil geen zand, dat is hier genoeg. Hij wil ook geen schaafijs. Dat is wel lekker trouwens, maar heb ik ook nog niet gevonden. Ja, en sambaballen. Ik weet niet wat Bowser daarmee moet. Dus hij wil een rinkie hebben. Let's go, dat is juist. En dan kunnen we hier doorheen. Hoppakee. En in dit kistje zit ook een maan. En hier wil je eigenlijk ook eventjes deze muntjes allemaal pakken. Want je hebt ook muntjes nodig uiteindelijk om manen te kunnen kopen. Dus laten we ook even alle muntjes meepakken. Nou, het hoeft niet allemaal, maar wel de meeste in ieder geval. Zo, die laten we liggen. Doei. Vervolgens wil je hier linksaf gaan. Ja, we gaan weer naar links. Dan gaan we hier doorheen. Yes. En dan, hop, drijfzand, drijfzand, drijfzand. Ja, en dan willen we ons hier laten zakken. Dit had je eigenlijk dus iets eerder moeten doen. Je laten zakken. En dan weer omhoog, weer omhoog, weer omhoog, weer omhoog, weer omhoog. En de volgende. De maan heb je te pakken. Vervolgens kom je uit de buis en dan moet ik even kijken waar we naartoe willen. Oh ja, we willen hier naartoe. We willen hier naar boven. Yo, yes, let's go. Ja, oh, bijna. Auw, hoofd doet pijn, want ik stoot mijn hoofd tegen de muur. Je gaat hier een etage naar beneden waar je gelijk even een bullet billetje pakt. Yes, bullet billetje. En dan kan je dit ook sneller doen dan hoe ik dit doe. Maar in dit blok zit een maantje. Ja, 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 ja. Lekker. En dan jongens, dit is misschien de moeilijkste. Alhoewel, dit is nog niet de moeilijkste. Want je kan nu gewoon eventjes heel op je dode gemak hier naar deze toe. En dan kan je hier even uitspringen. Zo. En je zou nu in één keer door kunnen gaan met deze bullet bill. Maar ik heb hem doodgemaakt. Dus ja, dat gaat niet. Anyway, ik kan hier wel een bullet bill pakken. En dan moeten we als de malle moe, moeten we hier naartoe. En dan kan je deze hier laten ontploffen. En dan... Ah! Dan zo. Zo ongeveer. Oké, poging 2. Let's go, bulletje billetje. Yes. En dan, hop. En dan, nee. Het ding is, ik deed hem net twee keer te ver naar rechts. Je moet met bullet bill op dit patroontje landen. En dan op het hoogste punt. Ja, op het hoogste punt. Mario moet dus wall jumpen. En dan op het hoogste punt moet je de cappy weer de goede kant op gooien. Ja, dat was hem. Lekker. En dan, ja hoor, dan zit hier weer een muntje in die je nodig hebt. Hier zitten allemaal muntjes in. Die wil je ook even meepakken. Hé, daar is die poepvogel weer. Hallo, vogel? Ja, je gaat nu daar langs, hè. Ik kan je nooit pakken van de vier, jongen. Oké, laten we maar daar naartoe springen. Je wil dan vervolgens langs deze shizzle hier. Wil je rollen, 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 rollen. En dan volgens mij was het... Nee, het was niet deze. We moeten verder naar links. Het is die. Dus je rolt letterlijk langs dit... ja, wat is het? Vergif water. En dan zie je daar een cactus en die heeft een petje op of zo. Dan gooi je cappy op. Want deze kan je overnemen en dan ga je even weg. Zo, hatseflats. En dan hier ground pounder en hoppakee. Volgende moon in de pocket. Dan daarna ga je hier lekker de berg op. Want hier achter de berg zijn nog de resterende moons te verdienen. Deze kant op. Hier hebben we een soort van, ja, oase. Hier vallen 3 moons te verdienen. Ik heb er nu op dit moment nog 2 nodig. En eentje zit hier zo. Door hier te ground pounden. Hier komt de vogel ook af en toe nog langs vliegen. Dus als je de vogel hebt gemist, dan heb je kans dat hij hier ergens langs komt. Dan zou je die kunnen pakken. En als je ergens anders eentje hebt gemist, dan kan je hier een boompje in. Even kijken. Dat boompje moet je in. Zo. Dan zet je het muzieknootje aan. Ga je even schudden met je controller. En dan spring je... Ja, dan spring je als het allemaal goed gaat, spring je hier naartoe. Ja, top. En dan ga je... nog een keer schudden met je controller. En dan heb je hier ook weer een mondje. Lekker. Nice. Dus we hebben die poepvogel helemaal niet nodig. Als je dus wel de vogel hebt gepakt, dan hoef je deze niet te doen. Want dan heb je er al genoeg. Vervolgens druk je op select en ga je hoppakee naar de Odyssey om je moentjes in te leveren. En kan je door naar de volgende wereld. Vogeltje. Daar is die. Daar is die. Daar komt die. Daar komt die. Ik moet en zal deze vogel gaan pakken, jongens. Waar ga je langs vliegen, vriend? Oké, ik denk dat ik hier op deze boom moet gaan staan. Klim omhoog, klim omhoog. Hier, hier, hier. Hier. Pak hem! Ja! Ik heb hem eindelijk. Jij stinkvogel. Geef me je maan. Ja, ja.
Als je nou denkt van, nou, ik vind deze allemaal wel heel erg moeilijk en ik wil wel, ik vind het niet erg om een paar seconden langer over te doen. Dan hebben ze natuurlijk ook hier in de winkel weer een muntje te koop. Alleen je hebt ook nog muntjes nodig voor later. Dus het liefst wil je deze hier eigenlijk nog niet kopen. Maar hey, ik ga je niet tegenhouden. Als jij dat wil doen, dan koop je gewoon hier een hartje voor 100 muntjes. Let's go! Zei ik muntje? Zei ik hartje? Ik weet niet wat ik zei. Ik bedoelde in ieder geval een muntje. En volgens mij heb je hier ook nog iets hier, want je komt hier achter in de shop of zo. Wat zat hier ook weer? Zat hier ook een moon? Ja, kijk, hier achter in de shop ook. Ik snap niet. Waarom speedrunners deze niet pakken? Blijkbaar kost dit toch net even iets te veel tijd of zo. Maar naar mijn mening heb je deze best wel snel te pakken. Want dan kan je zelfs die hele oase misschien wel skippen. Anyways, dit zijn de belangrijkste moons hier in het Woestijnkoninkrijk. En laten we teruggaan naar de Odyssey. Woep, 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 woep. We hebben er weer genoeg. Hoppakee, Cappy er bovenop. Lekker. En daar zijn ze, jongens. Alle maantjes die we hebben verzameld hier in het Woestijnrijk. En de Odyssey kan weer gewoon lekker door. Hoppakee. De Odyssey is weer sterker geworden. Oh, en de Broodles die denken ook van toedeledokie. Dan gaan wij er ook vandoor. Mazzel. En in de volgende aflevering kunnen we dan naar het Merenrijk of naar het Bosrijk. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dit hele vette video's vindt. En deze keer, jongens, gaan we Mario Odyssey gewoon uitspelen. Ik zie jullie bij de volgende video. Mazzel.